Ik wil zeggen dat mijn mond verder zit. En nu is het met Ruudje en met Junior. Jimmy heeft er normaal gezien ook bij zijn, maar Jimmy is ziek helaas. Ja. Nu zegt hij niet meer. Hey, ja, wat staat dat gelijk of wat? Wat die andere de zuidelijke hoornraaf. Een beetje van een keelontsteking. Die de keelontsteking, dat is ook weer gezegd. Weet je nog, de vorige keer dat we er waren, waren ze bezig aan het werken. Dit is een nieuw piratenboot en een junior coastertje. Maar ik weet niet of die gaan opengaan. Oh, ik hoop het zo dat die opengaan zijn. Stef, we zijn anders weer. Oh, kijk! Wat diersoort is dat? Dat is een, ja, dat is een high-tech diersoort. Ja. Ja, een grasmatitis. Ja, nee, dat is meer een ziekte. Dat is een grasmatita. Daar wil ik op. Oh. Zie je Ruud er al even zitten? Allee, maar dat is wel mooi. Een andere keer zijn we dat ook. Hè. Dat dat heel mooi versierd is hier van boven. Dat de dieren van hier. Ja. Dat was. Ja. Ah, ja. Junior had dat door, dat zijn al dieren die hier zitten. Ja. Ja, ja, het zijn hier wolven, Ruud. Ah, dat is de nieuwe coaster. Ah, het is zo'n kleine spinning. Ah, nice. Oei. Ja, dat is niet goed, hè. Als je nu een tijger zit. We gaan verder met tweeën. Onze Junior zit vast hier in de stoeltjes. Dat weer heel goed gedaan, in Junior. Junior en Ruud zitten op Ruud Junior en zo, wat er waren bezig. Hier. We zitten er met vier op. Ik ga dat niet op, mijn rug is daar niet zo goed van. Kijk naar dat totje. Ik vind dat hij al langer had. Ah! Er staat hier niemand meer, of wat? De hel? Er is hier niemand meer om overzicht te houden. Dat is weird. Wat zou het dus zijn vanzelf gestopt? Maar het gaat niet meer lukken, want er staat hier niemand. Ze gaan niet meer aan haken. Ze zijn pauze. Dat is, ik weet niet waar haar. Dat is gewoon, we gaan in pauze. Er kwam hier een mevrouw en die zei van, kijk, jij mag in pauze. De vrouw is nu weer weg. Ah, ze heeft nu dat stoeltje. Dus als het stoeltje gaat draaien, zei, is er dan ook niemand. I guess. Twee attracties tegelijkertijd. Bij ons zal dat niet gaan, want we moeten bij een attractie staan. Voor de brand kijken, want daar is er juist een kind uitgestapt. Dat dat niet mag. En nu, ja, zie, maar er is hier niemand. Dus, ja, ik weet niet. Ik vind dat persoonlijk niet verantwoordelijk, maar dat kan zijn dat mama verder zo werkt. Dat kan, ja. Ik denk dat omdat ze weten dat er eten in zit. En dat kan. En als ze gewoon zijn, bij ons is dat ook zo. Als ze dierenverhuizen zien, dan ze zijn. Kijk, zie. Kijk. Je weet dat er één in zit. Zie? Ja, ja. Drie. Dat, is hey, dat is wel tof, ja. Dat er, dat je dat testen kan eten. Ja. Oh, dat is leuk. Hou erop. Waar is ze? Ja, maar ze is foto's aan het trekken van de tijger. Ja. Benieuwd. Eerste keer dat ik in zo'n junior spinning coaster ga zitten. En als het me niet prijs is, dat hier mijn coaster credit 127. Maar ik ben niet zeker. Of zit ik al vanochtend onder de 20? I don't know. Dat is dat tof, hè? Ja, speciaal. Dat is echt wel tof. Oh, amai, mijn rug. Het is wel. Maar ja, amai, als je zo draait. De rugleun is nogal hard. Ja. Ja, die schokken zijn nogal hard. Ik moet mij tegen de rugleuning eigenlijk duwen. Voor geen klachten. Een beetje gelijk met de kleed. Ja, ja, maar ja. Ja. Hier is er wel altijd inderdaad. Ja. Kijk hoe raar is deze. En we gaan nu gewoon weer naar het station. Dat is raar, hè? Ja. Meestal stopt hij altijd in het station. Dat is de eerste coaster dat ik heb, die je zo achteruit. Ja, behalve zo de boemerang dat we hebben. Die, ja. Ik wist niet dat dat ook bij zo in was. Ik weet niet of hij dat altijd moet doen, want vorige keer denk ik niet. Vorige keer stond het. Dat is van het gewicht, denk ik. Dat is met gewicht, ja. Geen idee. Wel leuk, het is weer piratenthema. Het is hier al. Al de attracties zijn hier piratenthema. Het is wel goed als dat doortrekken dat dat één themaatje is. Ah, dat is wel cool. Ik heb er altijd al een keer in willen gaan, maar ik kon dat nooit op omdat ik te zwaar was.
Bij ons vind je dat niet, hè? In Nederland wel. Wat zou kunnen zijn? Het enige waar je dat kunt vinden was in Dadi Park en Dadi zie je. Ja, dat had ik ook. Dat had je daar. Wat is daar dan een ongeluk mee gebeurd? Is dat nu amputatie van het been of de arm? Ik weet het nu niet meer wat dat was. En hij is hier de hele tijd kronkelend naar de kleine drop daar. Oké. Okay. Ja, hier zitten de schapen en hij bij de boomstam. Dat is dan de decoratie of zo, lieve decoratie. Zie? Dat is grappig. Kijk daar in de schaapjes. Oké, okay, there we go. Dan hier. Oh, maar slecht. Ah, amai. Toeval is dit. Opgelet, hou vast met handen en voeten. Hoe kan ik het nu vasthouden met voeten? Hou vast met handen en voeten. Oké, okay, ja. Dat is nieuw. There we go. Ik zie ze al beneden. Ben je nat? Ben je nat? Yay, dat is een goede splash als je niet nat zit. Oh, dat is goed. Ja, geen losse voorwerpen. Kijk, het mooiste voorbeeld waarom dat je dat niet mag meedoen. De pet is weg. Hé? Je gaat hier niet meer prijzen. Nee, allewa, je gaat wel die kant op. Ook als dat van je hand. Samen tussen. Ja, dikke pech. Moet verzeggen, we gaan eerst eens zijn hier in de zomer. Dus we gaan even kijken om in de zomer te komen, Junior. Hier in de toiletten. Ja, hé? Volgende keer gaan we in de. Oh. Veel lang als er is over. Volgende keer gaan we in de zomer komen. Ja. En dan gaat het weer regenen en staan we dan weer. Ah, ik ga mee douchen. Het is mooi, het is mooi. Dus we hebben 1, 2, 3, 4, stok of 6. Ja, 6 glijbaan. Jee, nog een coaster creditje. Super. Dat is echt de junior keverbaantje, dat is. Boom. Tof, tof, tof. Onze achtbaan. Waar jij zit in? Waar wonen? De liefst erin. Van achter dan. Die dat getrokken dat hier. Ja, dat is jullie schone. Ja. Ik juist naar beneden. En hier ligt een steen in, ja. Voor waarschijnlijk de gewichten, ligt dat bij sommige. Ah, ja. Ja, maar Ruud heeft dat hier en ik heb dat wel. Dat Junior heeft blijkbaar gezien dat er een rem is, of hoe zeg je dat weer? Een wiel. Een wiel, maar waar dan? In zijn kot hier? Kijk, ik ga dat heel zo. De mens. Ik zie zo'n grote wiel en. Okay. Ah ja, ik heb het gezien. Hopelijk heb je het ook gezien. Stalking. Nu gaan we Nami Nam gaan doen. Ja, eerst Nami Nam. We gaan eerst Nami Nam. Maar ondertussen gaan veel diers passeren. Dus tegen dat we er gaan zijn, gaat het dus hier een uur duren. Het eerste ding van Italië dat ik kijk. Mini TV-fontein. Ben ik benieuwd of dat water overal aanlegt. Het zou echt mooi zijn. Oh, Junior. En? Wat staat aan? Ah nee, wat is dat alweer? Oh, zie. Ja, wat staat aan, hè? Oh, en het was nog een bepaalde plaats, die we dat. En de Engelse tuin. En dan de kamelen ook, weet je wel meer? Dat was een heel klein dingetje. Mooi. Soep, anders was het enkel maar dat ik had. Ja, klopt. Ja, ik weet ook niet dat je het wel kunnen krijgen. Het is hier heel mooi. We zijn ondertussen aangekomen in Japan. Het is mooier dan als hij in bloei staat. Oh ja, het is juist. En dan zie je dan er allemaal kleine watervalletjes zo tussen in de dingetjes zijn. Het is juist. Ja. Ah, hier is dat ziekenhuis daar. Nee, het is daar, links. Het is daar, ja. Maar ik weet niet als het open is. Het ziet er niet open uit. Oh. Ja, maar normaal is die moeten het open zijn. Hè. Dat is niet tegenhuis. Maar was het ook niet bloei is. In april is dat een bloei. Dan moet je komen. Dat is weer niet mooi en bloei. Ah, oké, ben hier. Dan de keer hebben we er hier niet. Dat was te sloon, dat was het niet open toch? Dat was mijn ding. Ja, hé. Ik zat mijn rol uit. Ah ja, kijk inderdaad, want het is een sleutelding is om te sluiten. Voeten vegen. We zijn in China, hè. Dat is allemaal van China. Maar we zitten in Japan. Wat is dat? Ah, de bouw of zoiets? Is dat de bouw? De bouw van de tuinen en zo. Hoe dat in het begin was, ze zat.
dat de dingen eruit zagen. Ja, kijk. Amai. Dat de novelle eruit zag. Ja. Zie je hier? Ja. De maag. Maar hier zijn nog mijnwerkers. Of ja, mijnwerkers, nee. Mondo Verde. Ah ja. We hadden Mondo Verde. Als je dat vertaalt. Ja. De mondgroen, de groene weg. Ja. Dus ik ga zien dat ze hier vroeger gemeend hebben. Is dat? Wat zou kunnen, Mondo Verde. Ja, en je moet nog zo. Hi. Ik dacht vroeger dat het. Hi. Hi. Kijk dat koppelke. Koekoek, ik zit hier ook, zeg. Oh. Ja, je bent braaf. Want die ogen is zo mooi. Die zijn braaf. Als op zichtje. Ja, ja. Het is omdat ze wensen, zeker. Oh. We zijn binnen in het Australische gedeelte. Kangeroetjes. En inderdaad, de vorige keer lag dat ook niet aan. We zien hoe mooi. Alles echt mooi. Ja, inderdaad, zo zeg ik. Ja, dat kangeroes zijn wallabies. Vogelparadijs, eerste keer voor ons ook. Ja. Benieuwd ben je? Ja. Dat is ook nieuw voor ons. Met touwen, voor het geval. Ja, voor de vogels tegen touwen. Ah, klak. Met mijn neus. Wat zijn allemaal dieren in Australië? Wauw. Het heeft wel mee van die andere volière. Ja, maar hier is het open. Maar het is hier wel, ja. Ik vind het wel goed dat er hier een tralies op is. Dat ze niet in die buis kunnen. Ah, ja. Weet je wel? Hela, hela. En de ander, godverdomme, ik zit nu heel dat slim. Kom hier, doe het. Ah. Pas even, wat als het begint met die hoorns, joh? Eten wel ze. Ze zijn honger, wij. Ah, altijd. Dan moet ik zien dat die snoetjes. Zot, hé. Die hoortjes zijn ze. Ja, kijk, junior, zijn jullie een olifant? Maar tegen wat? Zijn ezels uit Zata geworden plastieke olifant. We zijn in Oostenrijk binnen en we zien hier terug de dinosaurussen. Ze zijn al een beetje uitgedroogd. Ze zijn al een lichtere kleur dan de vorige keer. Rijst, kijk, het is hier rijst. Rijst met zoetzure saus. Ja, rijst met vegetarische saus. Yeah, ik kan rijst hier. Hier is het. Zo mooie natuur hier, vent. Ah, hier kun je even komen voor vis. Ik ga hem niet op, hé. De weg, hoor. Kijk eens. Niet zo. Niet zo zwaar, hè? Nee. Kijk hier die vis. Gelukkig. Zit dat op? Dat gaat niet. Ja? En waarom ging het de vorige keer niet? Ja, maar vorige keer was het ijskoud gewoon, ja. Het was in de winter. Het was echt koud. Ik heb de visjes gewoon. Allemaal zo leuk wat je We worden achtervolgd. Ah, wat zie je? Oh, dat is echt leuk, ja. Nee, dat ziet hem. Wow, dat is dom, hè. Ik sta er zo dom op. Dan weet je die stoel gewoon weer niet wat het ziet. Wow, lachen. Erop laten. Ja, dat is prima. Nee, junior, hè. Ja, ze is echt funny. Een andere keer al niet gelukt dat alles open was, nu wel. Dus we wandelden een beetje, kunnen we hier eten. We wandelden een beetje, kunnen we hier eten. Dus benieuwd hier. Hè. Kijk, zie je wel onze reis. We zitten in het Foliesbos, waar de, ja, een beetje het fantasierijk, denk ik, van Mondo Verde dat was. En de reus zit een beetje verborgen. Heel mooi. Dit is hem dan, de koning der trollen. Maar nu is het lekker schoolder om hem te zien, omdat hij lekker verstopt zit, ziet wel, en met dat groen erlangs. Oh, zie je. Mooi, hè? Ja. Hé, hey, je is toch veel mooier nu? Dat is echt schotvachtig. Oh, oei. Gezondheid. Maar is dat niet vandaar? Komt dat vandaar? Nee, het ligt daar nog in. Daar nog eentje, ja. Amai. De andere keer waren ze niet zo actief nu. Nee. Ofwel is het omdat ze daar staan. Ja, ja. Het is daarom. Ze gaan niet eten krijgen. Oh, wauw. Kijk hier. Oh. Je hebt de kakt. Je dat goed? De reactie van iedereen. Ja, kakt. Komt uit zijn hart of komt uit zijn mond?
Frank heb ik. Wat was dat? Oh, maar zie jong. Oh, prachtig. Prachtig. Wat is dat jong voor roep? Ik ga mijn trui afdoen. Kijk je vastnemen? Ik ga mijn trui afdoen. Ik. Ja, warm. Het is die met zijn staart. Dat geroep? Het is die met zijn staart. Je zit lekker aan het kalmhouden of zoiets. Wat ik vanaf het dat tegen... En ander zit in. En modder. Hopla. Allee, dat geluid, man. Die is dat allemaal niet. Kijk maar. Wauw. Zalig piepen dat dat zo. Ja, maar ik weet niet wat... Hopla. Elk dier heeft zijn signaal, he, weet je wel. Ja. Maar ik weet niet wat voor signaal dat dat zou zijn. Oeh. Oei, 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 oei. Kijk. Maar kijk, ze geven zoentjes als die grond. Heet dat door? Dus ja, maar... Een beetje zenuwachtig gedoe dan zijn. En anders zit weer plons. Ik ga van de stress niet. Nee, plons. Het is modder, kijk. Ja, maar die is al vast. Ze zijn zo'n beetje zenuwachtig. Maar dat was uit gezien, hè? Maar ja, kunnen ze niet uit elkaar houden. Maar ik weet dat die een... Denk, oftewel is die ding of die... Het is een van de grotere exemplaren. Kijk. En ze zijn zo allemaal zo dat zwart aan hun ogen. Ja, het is veel groetjes. Dat is dat, ja. Dat is waarschijnlijk een kenmerk van de... Van die Hudson Bay Wolf. Zeg ik veel goedjes aan zijn. Prachtig. Oh. Er zit daar een rode beest van. Oh. Oh. We zijn hier bij de Engelse tuinen. Dat is wel gezellig om te zitten. Ja. Voor lunch of dat, hé? Eh? Zie, dat is zo het begin van een horrorverhaal, is dat? Begin van Dolaf van Harry Potter, of wat is dat daar? Ja. Net start, ja. De formele tuin. En dat is dat tuintje dat ik zei van het zwemparadijs. Oh. Dat hier uitkomt. Oh, dit is mooi, hè? Gaan we naar Rome? Oh. Het is wel mooier, hè, nu, Junior? Ja, ja, ja. Oh, het is eigenlijk van een afbeelding van Google. Ah. Oh. Ja. Katie is niet thuis. Katie is niet thuis? Ik verwacht er wel een hek zijn. Ja, ah, misschien met Halloween dan dat doen? Ik weet het niet. Oh, echt met dat ouderwetse servisie ook. En die ouderwetse ding, ouderwetse zeteltjes, goh. Zo hier zo met een koffietje zo. Ja, hé. Oh. Zie je zo zitten, tante Garot. Dat is goor, hé. Weet je nou, dat hier in de jaren 20 komt. Oh, ja, we komen dat hier toch allemaal naar belanden en nu weer een roos doen worden. En weet je nou, dat een heks is, wat toch je heks. Dat we er niet erin zitten. Want apenverblijf ben, dat kunnen we een andere keer ook niet doen, dus super. Je vrede vond. Kijk, je is aan het filmen, hé, Ruud. Ruud, je pak mijn camera. Ik heb een beetje die aan het pletten is. Hé, hey. Kijk, ja. Dan ik heb een doodpersoon. Ik zeg het niet, Pani. Oh, kijk. Hey. Oh, dat is wel voort, hè. Oh. Ik raak ze niet aan, zij raken mij aan. Dus ik doe niks. Oh, maar dat is zo zacht. Ja. Oh, dat is leuk, hè. Wat? Ik ben een nieuwe vlogger in town. Ja, nieuwe vlogger. Dat is leuk. Ik raak ze dus niet aan, die mensen. Ah, je is nee, nee, ze zijn flink. We zijn lekker meest vegetarisch. Ik ben helemaal aan het wassen, joh. Dat kito. Ik wil gewoon. Dat kito dier. Maar dat is zo zacht. Ik wist niet dat zo zacht was, die tong. Kom ik even bij mama. Wat in mijn been? Ja. Ja, maar naar Rutje. Ja. Was zo raar. Ja, kom maar. Maar alleen komt dat af. Kom maar. Alleen moet nu kijken, maar niet toch niet met twee. Kijk, oei, poef. Wat zijn dat graag? Hey. Ruud. Oh, Ruudje. Oh. Ik denk dat je rugzak niet open is, hè? Ja, maar ja, daarom mag je dus nooit je rugzak open laten. Nee, dat kan is gebeuren, niet open. Kijk, je al zo'n baan met Ruud. Het zit niet rustig. Zeg. Hey, naar hun gekomen, hè? Oké, hallo. Liken en subscribe. Je kan bij.
is aan het bijten en ik wist dat een lolly is. Hallo kijkers, welkom in de vlog. Ja, liken en subscriben zou ik zeggen. Kijk dan de handen zit lang. Al die apen vent toch. Zit er dat? Zijn dat dan, zijn die zwarte puntjes dan die huurding dat jij zegt? Ja. Ah ja. Die zijn wel goed zichtbaar hé. Staan er hier ook. Aan de voetjes dan ook? Niet meer kant bent. Waar? Aan de oksels? Ja. Oh, nu is een mooie foto van Junior van te trekken. Ze kan in de camera trekken. Ah, maar zet het tegenlicht. Ja. Er zit iets lekkers in de rugtas. Ja. Moeten we dat altijd allemaal inpakken? Junior. Ja, alleen ik ken een nieuw vriendje. Kijk je wel klem erop. En dan gaat ze precies zo. Oei, ja, naar beneden. Je zou naar beneden aan toe. Goed, gaan we naar beneden. Wauw. Kijk, voilà. Kijk, is aan het kijken, hè. Het is zo zot hoe dat ze geïntegreerd zijn over alles, hè. Nee, ze zeggen ze zijn allemaal weg. We staan een half uur gezeten. Een half uur, hè. Ja. Een half uur. En we raakten gewoon niet weg, jong. Dat is, binnen, dat is het binnenverblijf, dat is kijk. Dat is via Ja, die dingen dat ze binnen gaan. Maar dat is wel hoog dingen, hè. Inderdaad. Allee, Junior, dus jij moet je beugel nu toe doen. En dan moet ik gewoon hier op dat knopje drukken. Dat zit. Toch met eerst. Maar dat gaat automatisch, of niet? Kunnen niet. Maar dat kun je dan enkel maar doen als je met twee ja, zit. Nu? Ah ja, je is weg. Oh, sorry. Oké, dat is totje. Dat is toch hoog, hè? Als je daarna gaat. Kijk, zit totje. Bijna benieuwd. Nu, hè? Hey, dat gaat nog rap gaan, denk ik. Nog hoog hebben! Ja! Wat dat water remt u al. Het is een zeldzame attractie, voor ons, toch? Ja, ze gaan net die voor. Voor de baan, zeldzame. Dus ik ben heel blij dat ik hem eindelijk een keer kunnen doen. Ja. Want mijn papa was in de Waarbeek, dat ging dan nog niet. Want we waren dan alle twee nog bij de zware, zeg maar. Dus dat ging niet. En nu kan ik hem eindelijk doen, dat is echt super gewoon. Echt super. Zalig gevoel, hè? Ja. En voor mij ook. Ik denk dat ze gewoon een ding hier gaat zijn in beeld. En een soort van zithoek. Maar aan de andere kant kan het wel zijn dat je lekker Junior, want we zitten hier bij de attracties, hè. Ik weet het niet. Ja, carousel. Carousel of een kapitaal? Maar dat zien ze de volgende keer. We zijn nu binnen langs de andere kant van de rotsauto's. En hier is het. Hier is pannenkoekjes. Ah. Twee pannenkoeken. Het is wel zot, hé. Twee pannenkoeken. Pannenkoek. Ja, ik heb dus een keer een vraagje voor de kijkers die nu veel naar Mondo Verde komen. Die eend, van waar komt die eend? Is dat een attractie die er ooit heeft gestaan? Of wat is het? Want ik vraag het me af, maar ik weet het niet. Oh, mooi nu, met de fonteintjes die aanzitten. Ja. Echt mooi. En ja, straks is het daar. Hier is dus, wat is het? Abracabrabra? Alhambra. Alhambra, zie je mooi. Met fonteintjes aan. Kijk, en nu kom je terecht bij Aladdin. Dat is die puur Aladdin, vind ik. Heel mooi. Junior heeft blijkbaar iets gevonden waar we een andere keer niet aan gaan zien. Ah, dat blauw huis hier, of wat? Ja. Ah. Hier. Kijk, ja, de trap, hè. Wauw, Junior. Oh. Oh, dat is kei mooi. Alles mooi. Oh, wauw. Deze is pas genieten, jong. Zie, oh, zie. Dat zie met water. Oh, dat is mooi. Het reflecteert wel mooi. Oké, nou. Oh, oh, kijk, dat is een huisje hier. Oh. Hier vind ik dat ook heel mooi, hè, oh, met die... Dat is ook weer mooi. Dat we zien. Ja. Hier zie je die straks daar. Kijk, het zit in buiten. Ah, ja, het zit in buiten. Oh, dat is wel cute. Ja, hé. Hey. 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 Oh, hier, kijk. Het zit hier nog een ding, is ook een... Ja, maar het zit hier nog een ding is ook, een ander, hoe noemt dat hier weer? Schildpad. Een sporend schildpad, ja. Ja, die schildpad gaan we in het ras zetten. Hé? Hey? Oh,
Ja. Ik vind het grappig, je ziet een kameel lopen en al die ruten naast lopen. Wat abuust is dat? Kijk, de andere zou ook. Als ze gewoon nog niet geboren waren, dat binnen zat. Zie, zie, zie. Wat is dat? Oh, mijn zon. Zo koude. Oh, nee. Oh, dat is dat, mama. Oh, Ruud. Oh. Nog 20 minuten. Oh, dat is kei koddig, jong. Ah, oh, hey. Wat is schuw, hè, dat eentje. Oh, mijn jongen. Daar. Zit er daar niet? Oh, mijn jongen, dat is schoon. Nee. Ja, hé. Oh, maar ik zie het niet tegen de zon. Oh, mijn jongen. Smaakt ook, kijk. Ik heb de voeten getrekken, maar ze zitten zo daar te kijken. Oh. Oh, maar zie dat zo, die print, hè. Ja. Maar ik denk dat ze aan het spelen zijn. Wat is wel mooi. Oh, ik sta niet als hier waalpjes aan. Ah, maar het andere kan ik misschien wel zitten tegen de zon dat kijken. En inderdaad, je ziet dat patroon van de panter. Weet je dat? Komt er een klein kat. Kijk, oh. Zie, want daar zit het patroon er echt in, hè. Oh! Oh, man. Kijk, dat loopt wel schat. Ja, hé. Ik heb met een Aiko, een zwarte kat, maar ja, dan een beetje hoort. Oh. Ja, hoort. Was dat jongsje? De mama. Oh. Zijn er twee? Waar is die aan het spelen? Met een dode vogel, of wat? Wat, daar? Daar, ja. En dat kan niet, ja. Een kat speelt altijd maar prooi. Oh, mijn god. Eigenlijk zijn dat groot van een kat. Mijn katten kan dat ook, hè. Een vogel pakken en in plaats van terecht te doen, die zit er eerst weer te spelen. Dat is hier heel mooi. Amai, maar het stinkt hier wel. Daar zit het. Hey, jij. Amai. Hey. Oh. Ja. We zijn die herken ik weer. Kijk. Hallo. 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 Dat is echt hele leuke. Ja, een andere keer, rechts andere had, keer ja. Dat was de andere keer waren ze goed. Je wil dat na, nee. Oh. Hij kijkt, kijk. Zet die. Heel vleugel aan. Ja, dat is nieuw. Kijk, tokjes zeggen. Dat is nieuw. Wel een leuke toevoeging. De andere keer deed hij dat niet, hè. Oeh, dankjewel. De blauwe vleugel Copabura. Hier zaten de twee grote vogels. Nee, het zijn kleintjes. Maar de vraag is, waar zijn ze? Zit in een hond? En wat vond je ervan, Ruud? Van, joh, dat was de eerste keer, hè? Super. Ja. Mooi, hè? Graag een tweede maal. Ja, hè? Ja. Ik vond het ook wel... Allee, ik vond het schonder eigenlijk dan de eerste keer dat we hier waren gewonnen, omdat het allemaal in bloei stond. Ja. En veel meer buiten was. Ja, ik ben er veel meer van genoten, in feite, dan de eerste keer, hè. Met echt chance met het weer, echt waar. Ja, het mooi weer nog. Ja. Hij gaat nu terug in combinatie met de Alpine Coaster. Het leukste van de dus als jullie geïnteresseerd zijn in de Alpine Coaster, onderuit staat er eigenlijk al een tijdje op. Dan mag je eigenlijk hier klikken en dan zal je die onderuit ook zien. Tot de volgende! Doei!